Welkom bij de 8.3 podcast. Je ademt. Hier zie je de borstkas en je ziet het rode borstbeen. Als het rode borstbeen naar boven en naar voren gaat, dat betekent dat de holte groter wordt en dan adem je in. Omgekeerd, als die weer terugzakt, dan adem je uit. Dit is de borstademhaling. Borstademhaling gebruik je eigenlijk alleen als je je inspant. Normaal gesproken gebruik je de buikademhaling. Dat doe je met het middenrif. Als het middenrif naar beneden gaat, wordt de longinhoud groter en gaat de lucht naar binnen. Het omgekeerde natuurlijk ook weer. Als de ruimte kleiner wordt, gaat de lucht naar buiten, de uitademing. We hebben een luchtdeeltje, we gaan hem volgen naar de longen toe. Eerst komt hij in je neusholte. En gaat hij verder, komt hij in je keelholte. Ten slotte komt hij in de luchtpijp. Dan komt hij in de luchtpijptak, ofwel bronchi. Gaat hij verder, komt hij in een luchtpijptakje. En tenslotte komt hij terecht in een longblaasje. Hier volgen we het longblaasje uitvergroot. In een luchtpijptakje gaat hij naar het longblaasje. En daar gaat een gedeelte van het gas gaat eruit. Dat is de zuurstof. Die gaat vanuit het longblaasje, gaat hij het bloedvat in. En koolstofdioxide komt uit het bloedvat en gaat het longblaasje in. En dan gaat de lucht met meer koolstofdioxide weer onderweg naar buiten. En dat heet nou gaswisseling. Het verwisselen van die twee gassen. En weer hetzelfde verhaal. Een grote oppervlakte, dunne wand, dan kan er veel uitgewisseld worden. Je neusholte die filtert met haren het stof eruit. Fijnstof komt in het slijm terecht. Het bevochtigt de lucht in je neusholte. En ook wordt de lucht verwarmd. Hier zie je bijvoorbeeld in je luchtpijp trilhaarcellen en slijmcellen. En dit is dan nog de pollenkalender waar je kan zien wanneer je de meeste last van hooikoorts kunt hebben. Dat was hem alweer. Bedankt voor je aandacht. De 8.3 podcast. Tot de volgende keer. About myself without trying to be